In ons voortplantingscentrum onderzoeken en behandelen wij vruchtbaarheidsproblemen bij zowel mannen als vrouwen. Vaak hebben onze patiënten een onvervulde kinderwens of een aandoening die consequenties kan hebben voor een kinderwens in de toekomst. Vruchtbaarheidsproblemen komen veel voor. We behandelen hier een heel scala, dus zowel minder ernstig als ook hele ernstige. En dat doen we met echt hoogtechnologische behandelingen. En we proberen ook eigenlijk zoveel mogelijk in het eerste consult al helderheid te geven van wat is er aan de hand. En welke stappen moeten we maken om uiteindelijk tot een behandeladvies te komen. Wat we hier moeten bieden, of wat voor mij de ideale setting is, en dat kunnen we ook heel vaak, lukt dat op die manier, is dat we met meerdere dokters nadenken. Dus artsen van verschillende disciplines. En een behandelplan op maat kunnen bieden. En dat hoop ik dat we daarmee ook het maximale voor de patiënt kunnen doen. De aandoeningen waarmee patiënten bij ons komen zijn zeer uiteenlopend en variëren van veel voorkomend tot erg zeldzaam. In het patiëntencontact vind ik het belangrijk om goed te luisteren naar de patiënten. Daar begint het bij. En ook niet zozeer mijn eigen verhaal af te steken, maar eerder na te gaan en te vragen hoe ver zijn deze mensen in hun zorgpad? Wat weten ze? Ja, dan spring je in op dat punt waar patiënten zijn gebleven. Afhankelijk van de aandoening of het probleem kunnen we op het voortplantingscentrum een specifieke behandeling aanbieden. Variërend van vrij eenvoudig tot hoog technologisch. Wat het werk op het voortplantingscentrum interessant maakt, is dat ik aan de ene kant over complexe zaken moet communiceren met patiënten. Aan de andere kant is het heel erg belangrijk dat ik ook een chirurgische behandeling kan bieden. En aan de andere kant vind ik het heel erg bijzonder dat ik over zoiets essentieels in het leven als voortplanting patiënten mag begeleiden. Wat het mooie is, is dat je op een bepaald moment in iemands leven heel het verschil kan maken eigenlijk. Ik ben wel een emotionele dokter en ik ben misschien ook wel betrokken, omdat sommige van die dingen heel kort aan mijn eigen leven raken. Dat maakt wel, denk ik, dat je beter kunt inleven in die anderen. Als je ziet hoe belangrijk zo'n kinderwens voor mensen is en hoe diep en intens dat gaat, dan kan je als arts heel veel bijdragen aan mensen hun geluk. Op het voortplantingscentrum doen we daarom dus ook veel wetenschappelijk onderzoek om te kijken van hoe kunnen we nou voor toekomstige patiënten de behandelingen zo goed mogelijk maken. Je levert een zinvolle bijdrage aan het leven van mensen en aan de invulling van het leven van mensen. Welkom op ons voortplantingscentrum. Wij doen elke dag ons uiterste best om goede en persoonlijke zorg te leveren. Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende behandelingen.